NMTV reports that if implemented, one-time planning has the potential to make Navi Mumbai a citizen's city of dreams. Mumbai, City of Dreams. De vernieuwing van de wijk Dharavi en Bandra betekent voor veel mensen het verlies van hun huis. Dat laten de mensen niet zomaar gebeuren. De inwoners protesteren voor het behoud van hun huis en werkplaats, voor inspraak in de plannen van de burgemeester, voor meer drinkbaar water en een propere stad. En met succes. Sommigen krijgen een nieuw huis. Anderen organiseren vergaderingen over hoe ze hun situatie in hun wijk kunnen verbeteren. Ik zal je een klein plan laten zien wat het is. Dan zal je je vragen hebben. Ook in andere steden en landen laten mensen hun stem horen tegen onrecht. In Delhi betoogde men tegen discriminatie van moslims. Overal ter wereld betoogden mensen voor meer respect voor vrouwen, maar ook voor een beter klimaatbeleid, tegen oorlog, voor betere werkomstandigheden. Van een optreden, een mars, het rinkelen van de schoolbel, tot een langste tafel, er zijn zoveel manieren om je stem te laten horen.